Hartelijk welkom bij Radio Ecclesia, een radio met goed nieuws, nieuws met een eeuwigheidswaarde. We gaan verder met de studie over de zaaier, over de gelijkenis van de zaaier. Nu zijn we gekomen bij het slot, deel 5, en dan gaat het over de oogsttijd voor het koorn. In de vorige opname heb ik gezegd dat de eerste onkruid werd geoogst. Nu zei het koren aan de beurt. En ik hoop, luisteraars, dat u tot deze groep categorie hoort. Koren. We lezen daarover last van Matteüs hoofdstuk 1, versen 1 tot 10. Laat na de Sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien. En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel des Heeren daalde uit de hemel neer en kwam naar hem. En hij wentelde de steen weg en zette zich erop. Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wist als sneeuw. En de bewakers werden door vrees voor hem bevangen. En ze werden als doden. Doch de engel antwoordde, zei tot de vrouw, wees gij niet bevreesd, want ik weet dat gij Jezus zoekt de gekruisigde. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, gelijk gezegd. Hij komt, zie de plaats waar hij gelegen heeft, en gaat er stond op weg en zendt zijn discipelen, en zegt zijn discipelen dat hij is opgewekt uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En ze gingen terstond weg van het graf met vrees en grote blijdschap en liepen haastig voort om zijn discipelen te berichten. En zie, Jezus kwam haar tegemoet en zeide, wees gegroet. Zij benaderden hem, grepen zijn voeten en baden hem. Toen zeide Jezus daar, wees niet bevreesd, gaat heen en bericht mijn broeders dat zij naar Galilea gaan en daar zullen zij mij zien. Wat een machtige beschrijving van Gods woord. Laten we hem vragen ons hart en oren te openen om zijn woord aan ons hart openbaar te maken, zodat we dat kunnen verstaan. Al de zaken van een hemelse wereld zijn op het ogenblik buiten ons gezichtsveld, want we leven nog steeds in onze tabernakels, ons vlees. Maar in deze zaken is een wonderlijke werkelijkheid. Zo is het menig slagveld die hebben dat overleefd, maar nu zien zij de dingen die ze nog nooit eerder hebben gezien. Want hier trad de engel toe op de aarde. Een engel van de Heere trad op zijn hemelse verschijning op. Tegelijk brak er een aardbeving uit. Want de koning van het leven was opgestaan uit de dood om nooit meer te sterven. Daarom spreekt hij tot Johannes op Patmos in Openbaring 1 vers 17 en 18. En toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten en hij legde zijn rechterhand op mij en zei, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. En het is deze koning die zijn koren komt oogsten in deze dorst en oogsttijd. Laten we nu de wereld maar laten praten. Wij als Israëlieten maken deel uit van deze oogst. Halleluja! Ik wil nogmaals beklemtonen van de majesteit van Jezus' opstand en de daarmee gepaardgaande oogsttijd. Het verzamelen van het koren, want deze zaken staan op handen te gebeuren. Maar als eerste wordt het onkruid weggehaald en blijft het koren nog achter. Het verzamelen van het onkruid heeft een geweldige kosmische betekenis. De aarde zal beven en er zal vuur zijn en de elementen zullen versmelten. Zo zegt Petrus dat in 2 Petrus 3 vers 10. Maar op de dag des Heren, dat is de wederkomst, zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen en de met gedruis vergaan en de elementen door vuur vergaan. De aarde en de werken erop zullen gevonden worden. Zoals we zien is het koren nog niet verzameld en zullen dit aan de lijve ondervinden. En daar hebben wij een groot geloof voor nodig. Er zullen tevens mensen van Israël sterven in dit proces, wanneer het onkruid verzameld zou worden. Dit betekent niet dat zij tegelijkertijd verbrand zullen worden met het onkruid, maar zullen wel sterven. Zij die ware koren is en kinderen van God zijn en gehoorzaam de Vader hebben gediend. Daarom moet God de dagen terwille van de uitverkoren verkorten. Doet hij dat niet, dan zal er geen vlees behouden worden, ook geen korrel graan. Maar wat zo wonderlijk is, wanneer de Heere komt in zijn majesteit en glorie, zal hij de doden opwekken.
Maar hij wil ook zeker komen voor de levenden. Hij wil een levend volk verzamelen in zijn heerlijkheid. Hij wil de duivel erop wijzen dat deze eeuw niet erin geslaagd is om zijn werk volkomen compleet te maken in de eeuwigheid. Daarom zal Israël overleven. Maar dat is maar een overblijfsel. Het zal niet gemakkelijk zijn om je dierbaren te zien sterven. Maar we moeten wel realistisch zijn. In de Tweede Wereldoorlog hebben de Londenaren dit aan de lijve ondervonden. Men heeft gezien hoe gelovigen en ongelovigen in bombardementen zijn omgekomen. Men moet zich niet laten misleiden door te denken, als ik maar gelovig ben, zal ik de dans ontspringen. Onderzoek daarom het woord nauwkeurig. Ik kan Gods plan in zijn bijzonderheden niet verklaren, maar er sterven kinderen van God in deze tijd op de wegen, in vliegtuigen en er zelfs weer op. Het sterven van de kinderen Gods door vrede ziektes, wees een realist. Dit komt omdat Israël niet tot bekering is gekomen. Alle wonderwerken tot nu toe is maar een afspiegeling van wat Israël nog te wachten staat. Maar de hedendaagse realiteit is nog steeds zo dat men niet moet denken dat goddelijke genezing zomaar gebruikt kan worden als een soort van tovermiddel. Israël zondigt nog steeds. Kijk naar ons eigen volk, familie, om dicht bij huis te blijven. Kijk naar je eigen leven, want dit is nog steeds de kern. Maar ook waarvoor Jezus gestorven en opgestaan is, om de zonde volkomen weg te nemen uit het leven van alle Israëlieten. De inzameling van het koren is de oogsttijd. Onze Heer Jezus is opgestaan en is teruggekeerd naar de hemel. Daar heeft Hij gewacht tot het begin der oogst. Nu is het de tijd om het koren bij elkaar te verzamelen in zijn schuren. Maar voordat het koren ingezameld wordt, zijn er belangrijke zaken die wij moeten weten. Daarvoor lezen wij Openbaring hoofdstuk 1, vers 4 tot 6. Johannes aan de zeven gemeenten in Azië. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Christus Jezus de getrouwe getuigen. De eerstgeboren der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. En hij heeft ons tot een koninkrijk van priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Toen de zonde op aarde kwam, was dit de allergrootste slag die het mensdom getroffen heeft. En niet alleen de mensdom, maar ook de ganse natuur. De dood ging toen heersen. Daar komen de dorens en distels vandaan. Toen de Heer Jezus uit de dood is opgestaan, was dit de eerste stap om Gods machtig herstel van zijn koren te doen. Plaatsvinden. God heeft niet de aarde geschapen voor doren en distels. Hij heeft de aarde niet geschapen voor moord en doodslag en voor tranen en ellende. De zonde is doorgedrongen in alle facetten van het leven van de mens en van de natuur. Maar de herwinning van zijn koren en het verzamelen van de oogst is het begin van het herstel op aarde. Maar dit proces heeft ook zijn tijd nodig, want de mens is geschapen met een eigen vrije wil. Daarom vraagt hij aan ons, geef jullie mijn hart. Geef aan mij jullie hart. Mag de God ons genade geven om zijn woord te verstaan? Menselijk gesproken, welke moeilijke taak de Heer heeft gehad. We zijn zulke stijfkoppen, hartstallig. Hoe krijgt God het voor elkaar? Maar de wereld wacht met verlangen naar de inzameling van het koren. Onze hemelse Vader wil ons zo graag als eerstelingen oogsten, omdat zijn Zoon het hoogste offer heeft gebracht aan zijn Vader. We zijn mensen gekocht door zijn dierbaar bloed, die door zijn genade en door zijn geest het woord ons denken gezuiverd heeft voor de grote dag van de inzameling. In Gods genade zal er ook een ingrijper zijn ten tijde van de inzameling van die oogst. Daartegen staat ook geschreven dat een volk geboren zal worden op één dag, met andere woorden, een nationale bekering van Israël in deze benauwdheid. Dit kan nooit plaatsvinden zonder een speciale ingreep van God. Men moet dan ook afvragen waar en wat is mijn wil. En tevens, wat is de wil van het volk? Gods woord is heerlijk en wonderlijk. Zoals al is opgemerkt, is de zonde doorgedrongen tot in de natuur. God heeft nooit doren en distels gemaakt. Want voor de zonden waren deze er niet. Er waren geen bijtende insecten, geen levendieven scheurende. Er was geen angst. De zonde heeft dit alles
in ons doorgedrongen. Nu moet God komen om alles te herstellen waar hij ons voor zal gebruiken. In Romeinen schrijft Paulus de blijdschap van de mensen en de natuur van hun verlossing. Ofwel het herstel van de kinderen van Israël. We lezen dan ook Romeinen 8 vers 15 tot 29. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap. Door welke we roepen Abba Vader. Die getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid van de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in baresnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop die gezien wordt is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij met volharding. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want we weten niet waar we bidden zullen naar behoren, maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoelingen des geestes, dat hij namelijk naar de wil van God voor de heiligen pleit. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons, omdat hij, Jezus, de eerstgeborene zijn onder vele broederen. De zonden zijn gekomen door de val van Adam. Nu moet alles weer in Adam hersteld worden. Heer Jezus is de tweede Adam, de zoon des mensen. Met andere woorden, de zoon van Adam en van de Adamieten. Hij is opgestaan en heeft de dood overwonnen, welke de grootste angel was in de zonde gebeuren. De dood is tot nul gebracht in de eerste instantie, want velen van ons sterven en velen sterven een vrede dood door ziekte en geweldpleging. Maar de vijand zal finaal uitgedreven worden. Maar pas op, onze vrije wil is nog steeds een voetrem tegen God. En nog steeds 101 dingen die afremmen. Maar dat komt door onze oude lichamelijke mens, dat ons doet afremmen. Let op de dag dat de Heer ons zal redden, is de enige keer, al wordt men 100 jaar oud. Daarom moeten we altijd de gerechtigheid najagen, maar het zal niet afdoen aan de heiligheid van de verlossing, toen men zij of haar hart aan Jezus gaf. Voor eeuwig en altijd is men gered. Want Jezus is onze heiligmaking, rechtvaardigmaking, verlosser en ook onze wijsheid, zegt Paulus in 1 Korinthe 1 vers 30. Maar uit hem is het dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden. Wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Hoe heilig wij leven, hoe nuttiger wij kunnen zijn voor onze naasten. We zijn dan een nuttig instrument in de hand van God. Daarom moet men groeien in heiligmaking. Maar let op, we hebben nog steeds ons oude lichaam die als een rem blijft functioneren. Want hoe de ziel verlost is, is het lichaam nog niet verlost. Want in ons lichaam werken de kiemen van de dood. En als de Heer Jezus vertoeft om te komen, zal men sterven. Nou, en de kiemen des doods is nog altijd een broeinis van Satan. Al is men nog zo een kind van God, Satan heeft nog altijd toegang tot een menselijk lichaam. Dat lezen we in Romeinen 8 vers 19 tot 29. Hij zegt: want niet wat ik wens, dat is het goede, doe ik. Maar wat ik niet wens, dat kwade, dat doe ik. Indien ik nu datgene doe wat ik niet eens wens, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont.
Zo vind ik dan deze regel. Als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. Want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods. Maar in mijn lenden, in mijn leden, zie ik een andere wet die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangen maakt van de wet der zonden die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam des doods? Gode zij dank door Jezus Christus onze Heere. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook van tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Zoals de natuur wacht op het openbaar worden der zonen Gods, zo roept een gered kind van God met zijn of haar geest: Heere, wanneer zal ik de werkelijke vrijheid beleven? Wanneer zal de strijd tegen zonde voorbij zijn? Dat zal gebeuren op de dag dat het koren ingezameld is. Wanneer ons lichaam veranderd zal worden in een onsterfelijk lichaam gelijk aan die van de Heer Jezus. Dit zal op twee manieren geschieden. 1. Door de dood. Of 2. Door de opname. Wat een heerlijke dag zal dat zijn. Dan wordt ons lichaam in overeenstemming gebracht met het verloste geest, gelijkvormig aan Jezus. Daarom wordt hij genoemd de eersteling uit de opstanding die is opgestaan. En dit is werkelijkheid geworden op opstandingszondag 2000 jaar geleden. In het begin noemde de Heer Jezus zijn discipelen nergens broeders. In de evangelie vindt men de benaming dienstknechten. Maar na zijn opstanding, toen hij aan hen zijn openbaringen doorgaf, noemde hij ze vrienden. In Johannes 15 zegt hij: nu noem ik jullie vrienden. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat de Heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoord heb, u heb bekendgemaakt, staat in hoofdstuk 15, vers 15. In ons eerder gelezen gedeelte in Matteüs noemt hij hem broers. Broers zijn twee of meer uit dezelfde vader en moeder. Dat moet zo geboren zijn. Nu zijn we door opstanding en door de wedergeboorte bloedfamilie van Jezus. Belangrijk. We hebben dezelfde vader als hij. Als Gods koren bijeengezameld is, is Gods familie weer terug zoals het was bij het begin van de zaaier. Maar nu terug naar ons thema, het bij elkaar halen van het koren. Nogmaals, Matteüs 13, vers 30. Laat beiden samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaier zeggen: haal eerst het onkruid bijeen en bind het in bossen om het te verbranden. Maar breng het koren bijeen in mijn schuur. Het bij elkaar brengen van het onkruid gaat gepaard aan een verschrikkelijk proces. En het koren is op dat moment daarbij. Het koren moet van het kaf gescheiden worden. Maar het goede zaad zal op een goede plaats uitkomen. Het is de oneindige liefde van God die dat zal doen. Want er zijn een korenkorrel. Hij heeft ons van tevoren gekend. Men moet goed bedenken dat het koren eerst gezaaid is. God heeft niet het onkruid gezaaid. Waar komt het onkruid dan vandaan? De duivel heeft dat gedaan. Hij ging de Heer Jezus achterna nadat hij de goede zaad gezaaid had. Het onkruid is niet oorspronkelijke schepping. Hij heeft het niet geschapen. Zo zegt Gods woord dat. Maar nu moet het koren herwonnen worden en dit moet op een rechtvaardige wijze gebeuren. Ook moet dat tegenover de duivel, want God pakt geen ademiet bij zijn nek en zegt: nu moet je een kind van mij worden. Het is een keuze van Adams kinderen. Hoeveel heeft de mens niet tegengestribbeld? Bedenkt dat hij ons naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen. Ik kan er niet genoeg de aandacht op vestigen op Genesis 1 vers 26. Mensen praten altijd maar over racisme als ik over deze prachtige dingen vertel dat we van Israël zijn. Let goed op, er staat: en God zei de dubbele punt, laat ons mensen maken, Adamieten, naar ons beeld. Wij zijn het enige ras op aarde die naar het beeld van God geschapen is. Als onze gelijkenis. Waarom? Opdat zij heersen over de vissen der zee, over de gevogelen des hemels, over het vee, over de gehele aarde en over al het kruipende gedier dat op de aarde is. God heeft de Adamieten aangesteld om de aarde te regeren. Die andere volkeren willen dat niet begrijpen en die willen dat ook niet. Satan jaagt zijn kinderen op om ons te proberen te vernietigen. Elke graankorrel lijkt fysiek, geestelijk en verstandelijk op God.
Dit was Gods familie, maar het is verloren gegaan, maar ook weer herwonnen. Maar de mens moet besluiten welke keuze hij of zij maakt. In Matteüs 13, vers 24, 25 en 37 tot 38. Nog een gelijkenis hield hij hem voor. Hij zeide, het koninkrijk der hemelen komt overeen die een goed zaad gezaaid had in de akker. Doch, terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen midden en de koren ging weg. Nou krijgen we het. Hij antwoordde, zeide, die het goede zaad zaait is de zoon des mensen. De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. Ik kan er niet genoeg de nadruk op leggen. Het onkruid zijn de kinderen van de boze, want zij dienen een andere God. Moslims dienen niet de God van Abraham, Isaac, Jacob. Maar onze leiders zijn blind, onze kerkelijke leiders zijn blind. Wanneer zal die ogen open gaan? Als we ons hart overgeven aan Jezus. Daarom doet de duivel zijn uiterste best om het koren uit te roeien, want hij kent het Godsplan. Daarom zal de dagen verkort worden om de uitverkorenen te redden. Het is een verschrikkelijke tijd en we zullen dit meemaken. Want het koren en het onkruid is bij elkaar. Alleen als de dood nu intreedt, zal men ontsnappen. Daarom zalig als men sterft in de Heer. Dan is die gered. Dus veilig in Jezus' armen. Maar in het proces dat volgt, zoekt God ook zijn uitverkorene ecclesia, dus dat is het lichaam van Jezus, bij elkaar. Want hij zoekt zijn overwinnaars uit die met Jezus zullen heersen. Laten we de volgende tekst eens goed bestuderen. In Openbaring 3 vers 21. En dat geldt niet voor iedereen. Let op goed wat ik zeg. Wie overwint? Hoeveel christenen overwinnen? Ik heb er zoveel gezien die op de weg met Jezus gaan wandelen. Na verloop van tijd zeggen, laat van mij, hoeft het allemaal niet meer. Kijk naar onze lege kerken. Wie overwint, hem zal ik geven. Met mij te zitten op mijn troon. Gelijk ook ik overwonnen heb en gezeten heb op de troon van mijn vader. Openbaring 20 vers 4 tot 6. En ik zag en ze zetten zich daarop en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. Die nog het beest, nog zijn beeld hadden aangebeden. En die het merkteken niet op hun hoofd en op hun hand ontvangen hadden. En ze werden wederlevend en heersten als koningen met Christus 1000 jaar lang. De overige doden werden niet meer levend voordat die 1000 jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding en de enige opstanding om nooit in die tweede opstanding te komen. Zalig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Want over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar gij zult priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen hem als koningen, met hem als koningen heersen. Die 1000 jaar lang. Oh, het is zo ontzettend belangrijk dat we deze woorden in ons hart meedragen. Dat moet in ons hart en gedachten ingebrand zijn. Wat zegt Hebreeën 11 vers 35? Vrouwen hebben haar doden uit de opstanding terug ontvangen. Anderen hebben zich laten folteren en van geen bevrijding willen weten. Dan komt het opdat zij aan een betere opstanding deel mochten hebben. Paulus schrijft in Romeinen 8 vers 14 tot 17 het volgende. Want alle die door de geest met een hoofdletter Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen Abba, Vader. Die geest, met een hoofdletter, getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. En hij schrijft aan Timotheus, hoofdstuk 2, vers 11 en 12. Het woord is betrouwbaar. Immers, indien wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Indien wij hem verloochenen, zal ook hij ons verloochenen. De Heere God zal zijn koren bij elkaar brengen. Wanneer de Heere Israël in een nekvel heeft gepakt en een hart van steen verwijderd ze hebben, zoals in Ezekiel 36. En hen als volk onder het nieuwe verbond zal plaatsen, waar ze Gods wet zullen kennen en zij weer opnieuw zijn koninkrijk op aarde zal zijn. Opnieuw de vrouw van God. Dan zal er op aarde gerechtigheid zijn. Laten we ons daarvoor klaarmaken. Laten we waakzaam zijn tot het einde.
Het loon zal groot zijn. Maar op één ding moeten wij goed acht geven. En met zekerheid weten. Men zal vragen, zal alle koren gered worden? Het antwoord moet helaas luiden, nee. Want wie onder dwang is gered, heeft geen overwinningsleven kunnen leiden. En de dagen zijn verkort ter wille van Israël. Daarom zal er nog steeds onkruid overblijven. Maar zij zullen onder dwang staan van het korenvolk van God. En durven hun hoofd niet meer op te heffen, zodat nu het geval is. Want koning Jezus zal hen hoeden met een ijzeren roeden. De duivel wordt gebonden voor 1000 jaar. Maar aan het einde daarvan zal deze weer loskomen. En de miljoenen van het onkruid die dan geboren zijn, zullen zijn stem weer horen en hun hoofden oprichten en hem opnieuw achterna lopen. Want zij zijn en blijven zijn zaad, het zaad van Satan. Dat hebben onze kerkelijke en politieke leiders niet door. Dat al dat import van dat onkruid in ons land ons volk tot ondergang zal brengen. Maar er is een hoop. U kan daarbij zijn, bij die uitverkorenen, bij het overblijfsel. U kan kiezen voor Jezus van Nazareth, voor eeuwig leven met hem in zijn koninkrijk. Of eeuwig verloren gaan, net als het onkruid verbrand worden in vurige ovens. Ik weet het, het is geen fijne boodschap, maar het moet verteld worden dat er genezing is voor ons. Je kan niet je kop in het zand steken en denken, het zal mijn tijd wel uitdienen. Dan vergis je. Veel mensen denken dat er achter de dood een punt staat. Maar ik weet zeker dat achter de dood geen punt, maar een komma staat. Allemaal zullen we komen voor die rechterstoel van Christus. Je kan er komen met blijdschap, om eeuwig leven te ontvangen, of horen dat je voor eeuwig verloren bent. Aan u de keuze. En daarom bid ik steeds voor mijn volk, dat de God van Abraham, Isaac en Jacob ons volk zou sparen en zijn Heilige Geest wil uitstorten, dat ons volk weer zal terugkeren onder de herderstaf van die machtige koning van Israël, die voor ons gekomen is, verschrikkelijk heeft geleden, om u en mij te bevrijden. Maak toch de juiste keuze. Amen.